Het is vandaag zondag 2 augustus en we zijn hier op de ambachtelijke markt in Opoeteren. Het is de tweede maal dat de stad Mazeik deze ambachtelijke markt organiseert tijdens de Oeterfeesten, die dit jaar voor de 9e maal reeds plaatsvinden. Vanmorgen door de slechte weersomstandigheden dachten we dat onze marktkramers misschien niet zouden opkomen, maar ze waren er allemaal. We hebben van alle soorten ambachten naar Opoeteren kunnen halen, onder andere zelfs echte boter maken, karnemelk stoten, een imker die honing maakt, van alles en nog wat. De belangstelling is iets minder door de slechte weersomstandigheden, maar al bij al is het een zeer geslaagd volksfeest hier in Opoeteren. We zijn hier vandaag bij de Oeterfeesten in Opoeteren. De Oeterfeesten is een organisatie van de fanfare van Opoeteren. Het is eigenlijk een driedaags dorpsfeest. Vrijdags hebben wij smoutenbollenavond met een concert van de fanfare zelf. Die avond wordt afgesloten met een vuurwerk. Gisteren zaterdag hadden we een retrofuif en vandaag is er een volksfeest met onder andere een ambachtenmarkt en binnen een heleboel muzikale activiteiten en streekgerechten en zo verder.